Suriname is een zeer jonge schrijver, rijker. D'Angelo Trustful, 14 jaar, schreef een boek over hoop en bood. En schreef een boek over hoop en bood vandaag een exemplaar aan de directie van de Christus Koningsschool, waar hij zelf leerling is. Trustful geeft aan dat het verhaal een opdracht was van de school. Hij moest namelijk een opstel schrijven over vrouw en arm. Gezien zijn ouders en zijn grootmoeder het verhaal spannend vonden, hebben ze hem steeds gevraagd hoe het verhaal eindigde. Trustful pakte het schrijven weer op toen er geen fysiek onderwijs werd verzorgd door de COVID-19-pandemie. De jonge schrijver vertelt dat het boek gaat over een arme vrouw met twee kinderen die moeilijke beslissingen moet nemen ten behoeve van haar kinderen. Wat je eigenlijk zal uitvinden in het boek is of die beslissingen wel goed zijn of niet. Mijn doel met het boek is dat ik jongeren ook meer zal laten lezen en dat ze ook meer hun talenten zullen gebruiken. Winst maken is niet mijn doel. Ik wil dat jongeren gaan lezen en dat ze ook hun creativiteit zullen wijzen hiermee. Dat is mijn doel. Geld maken voor mij is niet belangrijk. Milton Top, hoofdinspecteur VOJ Onderwijs, die de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vertegenwoordigde, haalde aan dat met dit boek Trustful bewijst dat hij naar school gaat om zijn talenten te bewijzen. Top hoopt dat met dit boek de leescultuur onder jongeren wordt gestimuleerd. Wendy Riedewald, directrice van de Christus Koningsschool, vindt dat deze talenten bij kinderen verder moeten worden ontwikkeld. Ik weet dat veel jongeren niet houden van lezen. Maar ik hoop dat jullie met dit boek, de zin krijgen om te lezen. Lezen is namelijk het vervultje. Lezen brengt je tot rust. Lezen heeft zoveel voordelen dat eigenlijk je, als je niet leest, als je lui bent om te lezen, dan heb je eigenlijk een probleem in je ontwikkeling. En als we merken dat onze kinderen deze talenten hebben, dan moeten we niets anders doen dan het gaan stimuleren. Dus ik wil aan jou zeggen, hartelijk dank. Heel veel succes verder. Dit is het begin, maar ik weet zeker dat dit niet het einde is. Het moet een motivatie voor je zijn om door te gaan met schrijven. D'Angelo Trustful geeft de boodschap mee dat een ieder de hoop moet blijven houden en moet geloven dat het beter zal gaan. De illustraties in het boek komen van zijn medeleerlingen Selena Nyangatam. Personen die het boek Hoop willen aanschaffen kunnen de Facebookpagina Hoop by D'Angelo bezoeken voor meer informatie.